Nou, we kregen vanmiddag een melding van een schuurbrandje op de Van Doeverenstraat in Horst. En daar is de brandweer naartoe uitgerukt. En bij het schuurbrandje aangekomen bleek dus dat het hele schuurtje al in de lichte laaien stond. En nou zijn de dakplaten, de golfplaten zijn gesprongen. En het vermoeden is, maar er moet nog allemaal onderzocht worden, wat, of het asbest is of niet. En vandaar dat wij dus met de hulpverleningsdiensten ruim af hebben gezet. En even wachten op de technische mensen die dat kunnen onderzoeken. Ja, mocht er asbestvervriezing komen, wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan wordt sowieso de deeltjes die zeg maar ergens staan, of liggen moet ik zeggen, in de tuinen, die weer opgeruimd door een speciaal bedrijf. En verder is er voor de volksgezondheid is er geen gevaar. Asbest wil gewoon zeggen dat de deeltjes gewoon neer zien komen in eventueel de tuinen. Maar verder is het gewoon ramen en deuren sluiten en binnen blijven. Ja, hebben jullie een idee wat er in het schuurtje zoet? Nou, het enige wat ik heb gehoord is dat er wat muziekapparatuur stond en ja, een schuurtje zoals bij elke mensen thuis in een schuurtje spullen staan.